Menige wandelaar in de tuin van het Amsterdamse Stedelijk Museum zal wel even hebben opgekeken toen hij deze beeldjes zag. Modeontwerper Dick Holthaus liet zijn mannequins hier zijn herfst- en wintercollectie tonen, waarin met bont gegarneerde capuchons en sjaalkragen een sportieve allure aan de tailleurs geven. Sportief is ook deze manteljapon van zwart imitatieleer met een garnering van bisambont. Rekening houdend met ons wisselvallige klimaat heeft Holthaus voor vele van zijn mantels tweed gekozen. Terwille van de harmonie van het geheel beveelt hij een rok van dezelfde stof aan en behalve een jersey blouse ook nog een bijpassende turban. Het beeld Huiselijke Zorg van Rick Wouters contrasteert sterk met de zorgeloze zwier die de japonnen van Holthaus kenmerkt. Hij gaf dit toilet met de uiterst diepe V-hals de toepasselijke naam Oase. Bij de beeldengroep op de achtergrond toont Tanja een grijze tweedjurk met een hoedje van dezelfde stof en een kool van vossenbont. Voor de vrouw die ook thuis graag mooi is, zijn er felkleurige huispakken, veelal van velours chiffon. Voor de bijpassende wimpers moet de draagster zelf zorgen. En na deze vlotte dracht voor intieme feestjes wordt het tijd dat we enige aandacht aan de avondtoiletten besteden. Er zijn erbij die pas compleet zijn met een jasje, er zijn er ook die alleen maar gewoon lang zijn. Holthaus, die ook hier wollen stoffen niet versmaadt, toont in een enkel detail enige affiniteit tot de toplessjurk. In een museumtuin is het intussen maar één stap van een zittende vrouw naar een liggend naakt.